Ali. Welkom bij In de Koekoe met Anne-Marije. Oh, ik ben zo blij dat jullie weer kijken. Zo mooi weer, jongens. De zon is tralu op mijn idee. Oh, ik wil lekker met de tijd meegaan. En Clarence vindt ook natuurlijk dat ik hip ben. En dat ik nog een echte stroeipoes ben. Ik heb gewoon besloten om healthy te leven. Het is goed om positief te zijn. Lekker van het leven te genieten. Goed in je lichaam te zitten. Dat is waar wij nu voor gaan. Dus vandaag heb ik voor jullie een lekker recept toe. Want wie houdt er nou niet van een lekkere roti? Het is natuurlijk wel een bon koolhydraat toe. Om de koolhydraatjes eruit te halen, heb ik vandaag een speciale versie van de roti. Thank me later. Bedankt me later. We beginnen met de wrapblad. Dan hebben we dus het blikje tonijn. En dat gooien we gewoon erop. Zo, die kan lekker ook de jus, die kan lekker erin trekken. Zo, en daarop doen wij op de jus, doen wij currypoeder. Dat vinden wij tanto spang. Ik zie dat jullie al niet kunnen wachten. En voor de echte spangetanga's doen we nog een beetje tomatenketchup. En als finishing touch, om het toch een beetje à la Anne-Marije te maken. En ook een beetje, zeg maar, voor de frisse touch. Lekker. De mandarijn. Doen we nog zwarte peper. Maar je moet wel oppassen met de peper, hoor. Want soms is het wel een beetje hitte in je mofo. Veel mensen weten niet hoe ze de roti moeten eten. Nou, dat zal ik dan nog één keer uitleggen. Je scheurt met je anu. Scheur je het eraf. Je bakt hem. En hang. Zo lekker. Oh, Clarence. Kom je proeven. Als de tangen van een echte sranangman wil ik jullie laten zien hoe je ook lekker kunt bewegen. Zodat je en de lekkere roti kan eten, maar ook lekker kunt verbranden. MUZIEK